Gert-Jan Poppink, de voorzitter van de Midwinterhoornblazers hier in Twente. En ze zijn hier nu bezig. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat prima. We zijn net van start gegaan en we zijn nu mooi aan het blazen. En we hopen dat we het droog houden vanmiddag, want de weergoden die moeten ons geen roet in de eten gooien. Maar nee, het gaat prima. Er hebben zich een mooi aantal groepen opgegeven. 46 blazers totaal uit 16 Twentse blaasgroepen. Dus nee, we zijn tevreden. Ja. En net al in het theehuis even een kleine toespraak gehad. Hoe denkt u dat het moraal er vandaag in zit? Denk je dat ze er allemaal zin in hebben? Iedereen heeft er sowieso zin in. En de grote winnaar is, hoe je het ook kijkt vandaag met deze demonstratie, is de traditie zelf. Want door samen te blazen behouden we deze traditie voor Twente. Het is inderdaad nogal een Twentse traditie. Waarom is het dan zo belangrijk dat we het blijven doen? Nou, tradities moeten we koesteren. Tradities zeggen iets over waar we vandaan komen en zeggen misschien ook iets waar we naartoe gaan. Kijk, als we in Twente deze tradities allemaal laten vervagen, dan hebben we voor de toekomst eigenlijk ook geen geschiedenis meer die ons samenbindt. Dus ja, voor ons is het belangrijk om deze mooie traditie te houden. Ja. En dan de jury, die mag niet zien wie er speelt. Het is allemaal op nummer. Maar waar jureren ze dan op? Nou, we jureren op de stijl van blazen. Dus dat is per blaasgroep is dat verschillend. En dat is per persoon zelfs nog verschillend. We blazen, beoordelen op de beheersing van het blazen. En we beoordelen op het volume. En daarbij is het volume wel ondergeschikt aan de beheersing en de vorm van het blazen. Ja. Het blazen wordt gehoord door een vakkundige jury die dit al jaren doet. Allemaal met een muzikale achtergrond. Dus die hebben ook, die horen ook of er vals geblazen wordt, hoe de beheersing is van hun hoorn en hoe er mee omgegaan wordt. En ze komen allemaal uit de regio. En door alleen op nummer te jureren en niet op naam of op plaats, hou je het eigenlijk ook compleet onafhankelijk en neutraal. Ja.